In de ontbijtruimte staat intussen een rijkelijk buffet opgesteld. Goedemorgen. Goedemorgen. En? Lekker geslapen? Ik heb heel goed geslapen. Ik eigenlijk niet. Oei, was het te warm? Ja, ik heb tot 4 uur wakker gelegen. Oh. Ontbijt, dat gaat u nieuwe energie geven, Dominique. Hè? Dus, het zal nodig zijn. Het zal nodig zijn, maar we gaan het in orde maken. De ontbijttafel zag er weer knus en gezellig uit. Het was in orde. Mooi en degelijk gepresenteerd ontbijt. Goedemorgen. En lekker geslapen. We kwamen deze morgen beneden voor het ontbijt. En alles stond in een mooi buffet opgesteld. Het had er zeker werk in gestoken. Dus dat was mooi gepresenteerd, ja, vond ik. Hè? Veel keuze, alles op en aan. Ze hebben hier een ontbijtje klaargezet. Hier staan confituren. Ik heb ze niet zelf gemaakt, maar dat heb ik overgelaten aan Limburgse experts. Dus het zijn biologische Limburgse confituren. De kaas hier is dus mazeiker kaas, dus ook een Limburgse kaas. Loonse siroop van de loonfabriek in Borgloon. Ze bieden hier een heel gevarieerd ontbijt aan met heel veel streekproducten. Dat past ook weer helemaal bij hun ding. Dit is een honingraad. Dus daar zit, het is echt de graad met het hout. Dus daar zit een lepeltje bij. Jullie mogen dat opscheppen. Dat is heel gezond. Daar zitten heel veel mineralen in. En dat is heel goed voor de darmen en de maag. Heel leuk, hè? Als je zo'n honingraad op tafel zet. Of je zet een pot honing op tafel. Dus qua presentatie al superleuk. En dan ook nog eens extra gezond, hè? Die honing moet je gewoon zo opscheppen? Ja, dat kun je gewoon uitscheppen. Het is vrij lopend. Je kunt ook de hardere stukken van de koek eten. Die zijn net zo goed voor de maag, maar dat is zo wat droger. Die honing op het raad is veel puurder, heb ik de indruk. En dan heb je nog zo'n beetje dat kauwgevoel ook zo in je mond. Appelpeer of chirurgie? Doe maar appelpeer. Het centrale woord is weer gezondheid, lekker voelen. Eigenlijk een soort lavandine gevoel.